Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Penguin, waar we antwoorden zoeken op jouw vragen. We hebben natuurlijk al massale vragen binnengekregen, maar de leukste vraag kwam van Teuntje Roelands. En Teuntje die vroeg het volgende: waarvoor wordt de akkermolen gebruikt? Nou, we gaan nou rechtstreeks naar onze verslaggever bij de akkermolen. Waar staan wij hier? We zijn hier op de akkermolen in Zobert. De akkermolen is een graanmolen. Die al heel lang bestaat, die wordt in 1625 wordt die opgenoemd in de dit is dus een graanmolen, maar waar halen jullie dat graan dan vandaan? Nou, vroeger was het zo dat de boeren moesten graan maal hebben om vee te voeren, maar ook het brood moest gebakken worden. Je moest maal voeren, je moest meel voeren. En dat deed dus dit soort molens. Dus gedeeltelijk voor brood te bakken, het grootste deel van de vee. Oké, en u bent dus eigenlijk een molenaar? Ja, precies, wij noemen het vrijwillig molenaar. Omdat er ook mensen zijn die voor hun beroep molenaar zijn. Dat zijn dus niet. En dat noemen ze vrijwillig molenaar. Dus wij draaien de molen, maar niet als beroep. En sommige molens in Nederland, daar wordt nog meel gebakken of meel gemalen voor als beroep, zeg maar. Ja, oké, bedankt voor de interview. Bedankt hoor.